En ook lazen we niks over de toename in het aantal reformatorische scholen. Ik ga het nog één keer proberen, voorzitter. Reformatorische scholen dat gebruik maken van identiteitsverklaringen die impliciet dan wel expliciet LHBTIQA plus kinderen onderdrukken en discrimineren. Dit ondanks verschillende aangenomen moties, onder andere van mijzelf, om deze identiteitsverklaringen in welke vorm dan ook uit te bannen. Dank u wel voor uw vervolgd. U heeft een interruptie van de heer Bisschop, SGP. Ja, voorzitter, ik aarzel een beetje om hierop in te gaan, want dit is natuurlijk het bekende verhaal. Maar toch één principiële vraag. Vindt mevrouw Simons dat ouders, scholen, ouders die scholen dragen, het recht hebben om een Bijbelse visie op huwelijk als basis van hun pedagogische inrichting, als basis van hun onderwijs te hanteren? Of ontzegt mevrouw Simons die ouders dat recht? Mevrouw Simons. Voorzitter, de heer Bisschop weet heel goed dat ouders niet alleen dat recht hebben, maar dat dat recht verankerd is in onze grondwet. En wat ik daar verder van vind, doet er gewoon helemaal niet toe. Feit is wel dat ik dat recht van die ouders respecteer. Ik respecteer echter ook het recht van het individu, het kind, om te zijn wie het kind is. En als ouder vind ik dat ik me niet te bemoeien heb met de seksuele voorkeuren, de genderidentiteit van mijn kinderen. Net zoals mijn kinderen zich niet te bemoeien hebben met het mijne. De heer Bisschop. Voorzitter, ik probeer dat even bij elkaar te brengen. Mevrouw Simons erkent het recht van die ouders en van die scholen onverkort. En tegelijkertijd openen ze de aanval op die scholen, omdat die dat ook als basis verwoorden. Hoe brengt mevrouw Simons dat bij elkaar? Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Ik breng dat op dezelfde manier bij elkaar zoals ik dat net heb gezegd. Ouders mogen vinden wat zij vinden. Ouders bepalen vaak ook naar welke school hun kinderen gaan. En dat is ook nog vaak ingegeven, zoals ik net al zei, door het aanbod bijvoorbeeld in de regio, de stad of de wijk waar deze ouders wonen. Het is mijn stellige overtuiging dat ouders, en ik zal het heel duidelijk articuleren zodat de heer Bisschop het de tweede keer wel goed kan horen, zich niet hebben te bemoeien met de seksuele identiteit of de genderidentiteit van hun kinderen. Dat vind ik, net zoals ik vind dat anderen zich niet hebben te bemoeien met mijn genderidentiteit en mijn seksuele geaardheid. De heer Bisschop. Voorzitter, het spijt me, maar ik ben mevrouw Simons erkentelijk dat ze zegt van ja, ouders hebben het recht, scholen hebben dat recht. Dus daarmee is in feite dat onderzoek waar mevrouw Simons aan vraagt, dat is gewoon overbodig. Ze kan het labelen als anti-homo en anti al die afkortingen, al die letters. Dat is niet het geval. Het is gewoon een uitgangspunt verwoord hoe men huwelijk, menselijke relaties tussen man en vrouw, seksualiteit daarbinnen verwoord en ziet en beleeft. Dank voor de erkenning dat dat recht onverkort gehandhaafd dient te worden. Tegelijkertijd, ja, sorry hoor, maar dan wil ik toch nog wel even een pedagogische opmerking maken. Natuurlijk hebben ouders verantwoordelijkheid voor kinderen. En mevrouw Simons doet, mevrouw de voorzitter, alsof de seksuele identiteit van die kinderen allemaal nog vaststaat. Het enige wat vaststaat is het een jongetje of een meisje. Behoudens enkele meer problematische gevallen, dat herken ik ook. Natuurlijk begeleiden ouders dat. Natuurlijk begeleiden scholen dat. De vraag aan mevrouw Simons is. Ja, waarom zou een ouder zich op dat punt zich niet met de opvoeding van kinderen mogen bemoeien? De seksuele opvoeding, want dat is eigenlijk wat er hier gebeurt. Mevrouw Simons ontzegt eigenlijk de ouders het recht om verantwoordelijkheid voor de seksuele opvoeding van kinderen te nemen. Jongetje, meisje en inderdaad wat er tussen kan zitten. Dank u wel, mevrouw Simons. Voorzitter, waar de heer Bisschop zich met name richt op het recht van ouders over van alles en nog wat, denk ik dat met name de seksuele integriteit van personen, ook van kinderen, beschermd mag worden. Voorzitter, de heer Bisschop. Ik vind dit een buitengewoon stuitende opmerking. Neem me niet kwalijk. Ouders die dus serieus de seksuele opvoeding van kinderen nemen en dat ook zo goed mogelijk begeleiden, daar handelen vanuit een bepaalde overtuiging ook, die
dat niet doen in de zin zoals mevrouw Simons dat voorstaat, die behandelen hun kinderen op dat punt dus niet integer. Die schenden dus de integriteit. Dat is de implicatie van de opmerking van mevrouw Simons. Sorry hoor, maar dan zijn wij snel uitgepraat. Nou, dat is mooi, maar dan mevrouw zal ik toch Simons. Nog eventjes zeggen wat ik wel zei. Ik zei dat ik vind dat wij allen ook de seksuele integriteit van kinderen te respecteren hebben. En dat het recht van ouders om een school te kiezen geborgd is in onze grondwet. De heer Bisschop is degene die vindt dat er ergens is beschreven hoe die seksualiteit, die genderidentiteit, die seksuele integriteit en die genderexpressie eruit zou moeten zien. En als ik me niet vergis, vindt hij die antwoorden in de Bijbel. Nu zegt de heer Bisschop tegen mij dat ik degene ben die deze zaken aan banden wil leggen. Terwijl het verschrikkelijke voorbeeld, de verschrikkelijke waarheid is natuurlijk dat ik precies het tegenovergestelde vind. Dat ik vind dat het niet aan anderen is om te bepalen wie iemand is en wie iemand mag zijn. Wie bepaalt wie het recht heeft om te zijn wie je bent. Dus het verwijt dat de heer Bisschop mij maakt is denk ik eerder een kwestie van projectie waarbij hij mij in de schoenen schuift waar hij zelf voor staat. Namelijk, er staat beschreven wie jij dient te zijn, wat jouw rol is binnen een relatie en hoe je daar expressie aan mag geven. En ik sta daar inderdaad, als dat de conclusie is die de heer Bisschop net trok, diametraal anders in. Dat klopt. Ik weet niet of u het eens wordt vandaag, maar de heer Bisschop, nee, ik wil wel voorkomen dat we in herhaling vallen in dit debat. Dus ik geef u nog de gelegenheid. Maar wij blijven het proberen. Daarvoor zijn wij ook hier met elkaar in gesprek. Wat mevrouw Simons inderdaad signaleert, dat de visie op menselijke relaties, geslacht, man, vrouw, seksualiteit, dat is inderdaad bijbels gefundeerd. Ja, daar zijn ons goede geboden gegeven, is onze vaste overtuiging. Voor je persoonlijke welzijn, voor het welzijn van de hele samenleving. Maar waar het mij even om gaat is dat mevrouw Simons suggereert dat ouders die vanuit die overtuiging de seksuele opvoeding en de begeleiding naar volwassenheid van hun kinderen vormgeven, de seksuele integriteit van hun kinderen niet respecteren. En daar legde ik de vinger bij. En dat vind ik buitengewoon kwalijk. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Als kinderen bij hun ouders komen en zeggen, ik ben een cisgender meisje en ik val op andere cisgender meisjes en die ouders wijzen dat af, dan zeg ik wel degelijk met mijn borst vooruit dat ik dat heel erg schadelijk vind. Dat is mijn mening en daar sta ik voor. Want ik geloof dat ook kinderen recht hebben op hun eigen lichamelijke, seksuele integriteit en identiteit. Mijn wereldbeeld wordt niet bepaald door goddelijke geboden. Hoewel ik, heb ik vorige keer al tegen de heer Bisschop gezegd, zeer veel respect heb voor de verschillende manieren waarop mensen hun spiritualiteit vormgeven en leven. Maar ik blijf het zeggen, het is niet mijn beperkte wereldideaal. Ik kom niet met een vaste set van dit staat geschreven en die heeft gezegd. Dus de projectie van de heer Bisschop, die moet ik helaas afwerpen van mij. Verre. Dank u wel. Dat is geloof ik de uitdrukking. Dank u wel. Vervolgt u betoog. Excuus, voorzitter.